bij een nieuwe vlog, jongens. Het is eventjes geleden nu. Oh, jeetje, ik moet pissen. Oké, we zijn onderweg voor Aaron. Normaal gezien gingen we het ook voor mij doen, maar ik ga het niet doen. Want Aaron gaat een nieuwe tattoo zetten. Super. We gaan een tattoo zetten bij Siruso Art in Antwerpen. En ze zijn nu in de stad. En eens een keer kijken. Waarom ik geen tattoo ging laten zetten was... Omdat ik ga mijn borstvergroting ook al laten doen in de 2 weken. Dus ik heb geen zin om te veel pijn te hebben deze maand. Dus ik heb Aaron aangesteld. Ik zeg, ga jij maar een lekker tattoetje laten zetten. Dus we gaan hier naar buiten. Hey, schatje, ben je zenuwachtig? Ja, ik ben wel zenuwachtig. Ja? Voor de pijn of voor iets anders? Pijn. Beide. Pijn is relatief. Is lang geleden, hè? Maar het is wel een pijnlijke plek wat je nu gaat doen, hè? Ja, we gaan zien, hè? Ja, Aaron gaat iets laten zitten op zijn hand. Dus, oké, okay. Naar waar? Okay. Naar rechts, hoor. Oké. Okay. Zo midden in de stad, zo kei leuk. Niet dus. Woe! Maar, allez, in ieder geval. Oh, het is nog een leuk weertje. Dus ik ga lekker genieten van het samen zijn. Oh, zo romantisch. Oh. Oké, ik neem jullie dus verder mee. Hey, schatje, ben je al een beetje zenuwachtig? Nee, nog niet. Nu nog niet. We zijn een tattoo aan het tekenen. Dus nu zijn we eventjes aan het wachten. Dus wat gaan we doen? We gaan een mooie kroon laten zetten. En aan ons zijn sleeve eigenlijk hier wordt eindelijk opgevuld. Dat zijn we al lang aan het zeggen, hè, dat we weer gedaan. Dus een beetje. Ja. Ja, uw hand weet het niet, hè? We gaan naar huis, het is gedaan. Dat is van waar, hè, schatje? Hè? Dat is van waar, hè? Die tattoo is altijd, hè? Ja, wat is dat? Ik zie dat ze niet erg gaat. Mai, er staat al veel op. Hoi, Jan. Mai. Wauw, dat is wel mooi gedaan, hè? Crazy, hè? Ja, hè? Echt zot hoe snel dat ging hier. Ah, oh, kijk hoe. Nu nog inkleuren. Ah, inkleuren, komt inkleuren op. Ah, ja. Maar een schaduw trekken. Komt goed. Maar hier gaan we nog wel een review nog over doen, hè? Nou ja, echt wel. Ik moet eerlijk zeggen, zelf verschoten hoe snel dat gaat. Als je ergens een tattoo wilt laten zetten, echt waar. Siruso Art toen. Ja, maar eens Antwerpen. Echt, hè? Doe het goed? Zijn heavy? Ah.
ziet er goed uit. Je ziet er nog goed uit. Dan zit je helemaal moe. Maar ik zal ik naar huis rijden. Hè? Allee, ja. Ja, jawel, ik kan naar huis rijden. We staan niet op een moeilijke plaats geparkeerd. Amai, zeg, dit was eventjes... Nu is het donker, maar in ieder geval, ik wil eerlijk zeggen, Arie een tatoeëer heeft echt keihard getatoeëerd, jongen. Niet normaal. Ik wil eerlijk zeggen, Aaron heeft zijn eerste tattoos ergens anders laten doen. En als ik dan nu zo kijk naar het werk van die tattooart van hier, my god, echt waar, gaat er allemaal hinnen, hè. Dat is echt niet normaal. Die kunnen wonderen doen, die mensen. Echt, ik verschiet er aan. Echt, hè? It's crazy. Echt niet normaal. Echt waar. En die ging keigoed vooruit en zo. Ik verschot er echt van. Want we hebben er eigenlijk... Hij moest om 6 uur er zijn, maar het eerste uur... hebben we nog niks gedaan. Ze waren nog aan het babbelen en zo. Dus we zijn eigenlijk begonnen om 9 uur. 9 uur. Ja? 7 uur. Ah, 7 uur, sorry. Ja, sorry. Dus om 7 uur. En dat ging eigenlijk keigoed vooruit. Ja, dus mannen, als je een goede tattoo wilt laten zetten, moet je echt bij Sirius zo hard laten zetten. Is echt keigoed. Zijn er ook, ik weet niet hoe vriendelijk, ik weet niet hoe snel. Echt, ik verschiet er zelf van. Ik ga sowieso terug. Allee, ik niet, Aaron vooral. Ik weet niet of ik nog een tattoo ga laten zetten, terwijl het is zoveel pijn. Dus ja, zeker doen.